Ja, meneer Swinne, het is derde nationale veldvoetbal, Temse versus Gent-Zeehaven. En dan komt de assistente van KV Mechelen hier terecht. Hoe kom je hier terecht? Bart is een collega van mij op de trainerschool. Wij geven samen les. Wij volgen samen de pro-license. En zijn zoon voetbalt ook op KV Mechelen. Ik heb Bart 2 jaar geleden leren kennen via de trainerschool. Om samen les te geven. We zijn samen geplaatst in een centrum. En zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. Je bent hier niet zomaar natuurlijk. Want ik heb begrepen dat hiernaast in de kantine 15 van jouw cursisten zitten. Ja, onze cursisten moeten een examen scouting afnemen. Afleggen eigenlijk. Voor hun UEFA cursus. Zij komen Temse tegen Gent-Zeehaven scouten. En daarna moeten ze een examen op papier neerzetten en dat gaan Bart en ik samen evalueren. En ik heb begrepen dat dat meteen na de wedstrijd gebeurt? Meteen na de wedstrijd, ze kijken, bekijken de wedstrijd, analyseren, krijgen opdrachten van mij. Ik weet ondertussen ook de accenten dat Bart tijdens de wedstrijd gaat leggen. Dus ik kan al verifiëren of dat die accenten uit gaan komen of niet. En de cursisten gaan voor hun die opdracht zelf maken. En wat accenten zijn dat dan? Is dat in functie van KSV Temse of Gent-Zeehaven? Of zeg je van ja, dat is het algemene dat ik moet kunnen bekijken straks? De cursisten die gaan Temse analyseren, omdat dat voor ons ook interessant was. En voor Bart, omdat ze dan, Bart heeft dan ook een andere kijk op hoe dat andere trainers naar de wedstrijd kijken. Want als hoofdcoach dan maakt een analyse over die wedstrijd, over de tegenstander, over Gent-Zeehaven. En dan gaat een tactisch plan uitwerken. Maar ja, de wedstrijd bepaalt of je tactisch plan gaat kloppen of niet. En met deze opdracht hadden we de cursisten. Voor ons zou het eenvoudig zijn van oké, we nemen allemaal Gent-Zeehaven. Omdat er een aantal cursisten de stageclub Temse hadden. Maar wij hebben bepaald van nee, iedereen gaat Temse nemen. En dan is het voor Bart achteraf ook wel leuk om te horen van hoe dat zij die wedstrijd op een andere manier bekeken hebben. Je bent in de VIP-lounge van Temse. Je bent nogal iets gewoon, denk ik, dan als je bij KV Mechelen assistent bent. Wat vind je van de club op zich hier? Nu, Temse, ik ken de Temse van voorheen. Ik vind, soms denkt iedereen van ja, in eerste klasse, hè, dan kom je andere zaken tegen. Maar ik vind het hier prachtig en echt vriendelijke mensen. En ja, ik vind Temse sowieso al een warme club van vroeger. Dus niks anders dan lof. Ja. Mag ik zeggen, als we even naar KV Mechelen mogen gaan, ja, dat het seizoen toch een klein beetje mislukt is? Of zeggen jullie van ja, nee, wij zijn tevreden met die play-off 2? Ja, ik vind persoonlijk niet onmiddellijk dat het seizoen mislukt is. Wat dat wel zo is, dat we wel eens wat ups en downs gekend hebben. En dat we in bepaalde wedstrijden misschien wel wat meer punten hadden verwacht. Maar om te zeggen dat het echt mislukt is, dat denk ik niet. Ja, we trachten wel van zo kort mogelijk bij play-off 1 altijd te spelen. Maar niet elke wedstrijd is altijd in het kader gegaan als we zelf verwacht hadden. Maar om te zeggen dat het echt mislukt is, dat denk ik niet. Dat gevoel hebben we toch niet. Maar er zijn 2 korte wegen naar Europees voetbal. De bekerfinale is er 1 van, zitten jullie niet in. Maar het kan nog in play-off 2. De achterban, die hebben jullie alvast. Ja. Ik denk sowieso, zoals vorig seizoen, dat we een hele goede play-off 2 gespeeld hebben. Ik denk met deze groep, met deze trainerstaf, dat dat hetzelfde kan. Ik denk dat de spelers ook gretig zijn om die play-off 2 te spelen. Ik denk dat daar zeker niet aan zal liggen. Aan onze achterban zal het zeker en vast ook niet liggen. Dus ik denk, de groep dat we nu hebben, ja, geen enkele wedstrijd is gemakkelijk. Maar ik denk sowieso, Charleroi in onze groep hebben de terug. Dat we nog eens bij recht te zetten bij die wedstrijd. Dus ja, wie weet. Hè. Maar het is een haalbare kaart, hè, denk ik dan. Want als je de groep wint, als de logica zich respecteert, zal het tegen Standaard worden, dan vermoed ik. En die kan je pijn doen. Hè. Ja, die hebben we onlangs pijn gedaan. Nu, elke wedstrijd moet gespeeld worden en geen enkele wedstrijd is dezelfde. Dus ik denk sowieso inderdaad, ook Sint-Truiden moeten we toch nog altijd gaan winnen. Dus het is altijd eenvoudig van te zeggen, oké, het zal Charleroi of KV Mechelen worden. Maar zo eenvoudig ligt het natuurlijk niet. Maar ja, als we deze groep kunnen winnen, dan
veel kans dat het terug standaard wordt. En ja, kaarten liggen open. Hè. En de kaarten liggen open. En tot slot, het is toch wel iets leef, denk ik, in de Malinois-kleedkamer. Ja, sowieso. Vorig seizoen heeft het aangetoond dat wij het seizoen toch zo willen aanvangen met play-offs op een degelijke manier te spelen. Waar dat misschien vroeger de intentie niet altijd misschien zo duidelijk was. Maar ik denk vorig seizoen hebben we duidelijk gemaakt dat we echt willen gaan voor onze kansen in de play-offs. En ja, vorig seizoen, op een haar na, is het mislukt. Maar wie weet dit seizoen. Ik wens je alvast heel veel succes toe. Dank je wel.